Kijkers, gemeente Liberty Bible Fellowship heeft een hapje en een drankje gegeven aan mensen met een zwerfersbestaan en ook nog sociaal zwakke mensen in het centrum Paramaribo. De voorganger Mahindra Singh vertelt u in het volgende verslag waar de focus op wordt gelegd bij deze sociale activiteit. Meneer Singh, u bent een pastoor voor Liberty Bible Fellowship Church in Vredenburg Serie A. Hoe lang a kerkie die ze bestaan? Well, a kerkie, we begin vanaf 2013 in december en we begin aan een CB-summa. En toen we begin aan een CB-summa, we begin in de start naar Weet Meer Lamera, een paar tijdje ongeveer 8 maanden. Maar in de start, je hebt toen ze voor de gemeente en we normaal op rokken voeren voor de drapen, want Libby-summa leidt om ze voor hem. Gemeente daarbij. Maar ook begin garo actie voor wijsheid en garo zijn nu naar Vredenburg CDA, per ukong naar Vredenburg CDA en een gemeente begin grow. Een gemeente begin grow zodanig dat je hebt soms 55, 60 zomaar. En we hebben meer Sarmakaans dan Oganes. En we hebben meer dan allemaal, omdat garo taki omgomeki disciple dan alle libisuma naar grond hebben. Dus we hebben mee en we zitten zeker in een gemeente. Today there is one day that you upset 3 years, you buy one ground for both community, late in Vredenburg City, and we want to tangi so danak taki, we take money for buy drinki, nanga mekinyang, for the arme mensen in the start. When the Bible book we take taki, garo taki, I love a cheerful giver, this book of chari nyangi arme mensen. So danak taki, one short summa in Sarnam and overall ground tapu taki. Now on dul fugado garo takin prati moro yuji moro alobi fu mi ego doro and moro suma o driden libi kon na masra Jesus unumus don luku a situasi nanga krong tapu of a situasi nanga sanam umus luku fa umus dress a situasi dress a situasi so rang taki Jesus lobi mus de dor unu ina folk daarom uteka dialect di fu prati nyangi arma mensa want unu kan yang fevi 60 lesi an yap suma na tra kondri nekis wan lesi wan yang dora krakti na nga genade fu gado wegi gado glory na nga grani fu du suan sani tiri na erste day we're doing an u a plan fu du moro in a toekomst na nga krakti fu gado tiri we prati nyang mar u de in a begin sinza gemeente opo ano nyang wang wegi cruzi wegi tweede handsfeets we cha santi gi arme mensa we look fu puti water gi dem we cha drink water gi dem ala sansa we kan kisi fu Gudu suma sa dene kobrek, we seten kong da we charingi arme mensa. Ola nga gemeente di se bestaan, 3 jaar? 3 jaar pas. Ina jari disi u de basic ook to, dis na eerste one, tweede one, wo gi kinderhuis. Ina jari disi in juni. Fos jari tapu u an put bushalter in a heerpassi disi, 5 bushalter. Baka dati da u an put erf krangi 2 arme mensa. And dat na plan for 2017. Nanga krakti fugado. Pusari u aksi in for 12 fu? Kom, praat die samen naar jou. U actie 1 voor 12 voor kom, voor praat die samen naar mij. Zodanig dat je, u aan bemoedig dem ching, de jongen van voor toekomst. En u aan dem ching voor je ook toe dat je, sana toekomst voor den. Ik de suku a juiste passie, gado passie, dat ik aan een bon toekomst. We charen go in de start, voor was den jonkie anu, jede wan yang, voor she, if de ab gado lobby na dem. Want a Bible tegen u duidelijk dat je, Jezus ben was den disciple voor toe, naar de anu. We charen ook toe voor gashi, tegen smoke drugs en tegen libon tralibi, in een arki ouders of in een arki gado, you can go heel trafasi. Daarom we bemoedigen hem ching voor go in de stad, voor lukken voor teka juiste passi. Tek den buku, tek gado passi, en je bon bon toekomst. Gi you strefi, you vrouw nanga ching en you ouders. Daarom we actie 1 voor 12 voor kon, char dem ching go voor make dem ching. Hoe many nyang operati tide? We hebben ongeveer 60 nyang, en we hebben meer dan 100 drinken. Hoe heb je een planning? Of een tweede lesie ook? Een tweede lesie op de tap juni, te afroof me, op de tap jari. En dat we gaan doen een kinderhuis. En de toetrouwen na vos jari tapu, nanga karakter voor gado. Want we sap gita maar, we sap gita de. Maar we sap ta gado, o charo nungo doro. Mi want te gita, mi lobby faden sumadis, e prati angiren, mensen, sang, hab yang van nodig. Omdat, yang is belangrijk. To alle mensen en ik ben tevreden en ik wil je bedanken en I say happy new year, one new year, grand tangi, God will love you, God bless you, all the best. Smakelijk eten.
Dankjewel. We moeten hulp samen zijn voor elkaar. Zo wordt het in God. Men wens u een smakelijk eten. Zeker, hetzelfde. Oh, meneer. Mijn coach. Mijn vriend. Wat? Ja. Oké. Alsjeblieft. Oké, wat dan? We gaan aan het dringen. Ja. Namens Akerki. Oké. Jezus, ook van u. Oké. Dit is na sa gadopot na in we atifudo in 2017. Tak we ka go in a strati fu ka prati nyang gede wan sando abi. Lek fa gado e giwi na so we e giwi trawa oktu. Dora hanado fu gado we edu disi. Mi lobi brara na ngalobi si sa dos. Dis ano fu opo we srefi ma fu opo na neng fu gado fu opo na neng fu Jesus. Doro da for lusu da di a for lusu we which is na hanado fu do disi. Deze gemeente is vanaf het begin bezig met deze dingen, om mensen te helpen. Mensen, als mensen kleren doneren, kunnen we aan arme kinderen en mensen geven. En dit jaar zijn we begonnen met deze programma om arme mensen eten te geven. Hoe bent u allemaal eraan gekomen om dit te doen? Wel, als je in het land kijkt, is er veel mensen die met veel beperkingen... Mensen die geen huizen hebben, arme mensen die het niet kan permitteren in het land. En er zijn ook weinig mensen die deze soort dingen doen. Dus in plaats van feesten enzovoort, als je dit doet, kan het beter voor de kinderen ook zijn. Leren ze ook wat en hoe ze om moeten gaan met mensen. Jij doet mee aan het verdelen van eten. Hoe vind je dit? Leuk en ook goed. Hoe ben je hier aan gekomen? Door God ben ik hier zo gekomen om dingen, voedsel voor mensen te verdelen die met een beperking zijn. En die mensen die op straat zijn, die zwervers. De reden waarom we dit doen is door het liefde van Christus uit te stralen vanaf de gemeente. En ook de kinderen te laten zien hoe de mensen over straat leven en dat ze dus hun educatie dus een heel... goed moeten aanpakken en dat ze dus deze dingen niet aan een kant plaatsen, want als ze hun school en dergelijke dus aan een kant plaatsen en niet luisteren naar hun ouders, dan kan het ook zo zijn dat ze in de toekomst ook op zo'n manier over straat leven. En dat is wat we dus willen voorkomen. En ook van de kinderclub, het is niet de eerste keer dat we dus rond straat lopen. Het is ook dat we dus over straat lopen om donatie te nemen voor mensen met gezondheidsredenen en dergelijke. Dat ze ook zien hoe we elkaar moeten helpen. Elkaar moeten stimuleren en dat ze ook groeien met het liefde en de samenwerking vanaf de gemeente zelf. De gemeente Liberty Bible Fellowship dank jullie ook om hier te komen om ons te stimuleren en dat het dus bekend is en zodat de mensen die hier naar kijken dat ze ook dit soort gevoel hebben voor de mensen die over straat zijn, de mensen die ziek zijn en ook de arme mensen, dat jullie ook aan ze denken en niet misschien aan jezelf, maar dat je ook de liefde uitstraalt naar deze mensen toe. Ze hebben het echt nodig. We'll be right back.